gedeelte van de begraafplaats Rusthof bij Amersfoort is door de Nederlandse regering ingericht tot erekerkhof voor de Russen die gedurende de oorlog in ons land gesneuveld zijn of ter dood werden gebracht. 854 onbekende soldaten. De ambassadeur van de Sovjet-Unie, de heer Valkov, onthult het monument dat als een uiting van dankbaarheid jegens de mannen die ook voor onze zaak gevallen zijn, is opgericht. De eerste krans die gelegd wordt, is die van Hare Majesteit de Koningin. Dan volgt de hulde van de Sovjet-Unie. Evenals voor de soldaten van de andere geallieerden is nu ook voor de gesneuvelde Russen een kerkhof ingewijd. Nederland zal het als een eer beschouwen ook deze graven met toewijding te verzorgen.